Dan gaan we sowieso eerst een verkenningsronde uitvoeren. Dan gaan we eigenlijk met een brandblussertje, met een EBO-koffertje, gaan wij naar het voertuig toe. Nou, de laatste keer hebben we, het zijn TRV-incident, de technische hulpverlening. De laatste keer dat we dat gedaan hebben, ben ik als nummer 4 gegaan. Dat wil zeggen, dan ben je gewondenverzorger. Je moet iemand toch geruststellen. En bij ons is wel gebleken, als je zeg maar, als gewondenverzorger ook in het voertuig zit, alles wat om je heen gebeurt, maakt veel lawaai. Dan gaan we kijken of er vloeistoflekken, hoe de botschade is gekomen, zijn er remsporen, zijn de banden leeg, noem maar op, en die dingen allemaal. Ja, en dan gaan we terug naar bevelvoer en dan krijgen we eigenlijk een opdracht wat we moeten gaan uitvoeren. We zijn altijd met z'n vieren. 1 en 2 zijn het technisch team, dat zijn de mannen die de schade in de handen hebben, de spreider, die doen alle knip- en duwwerk, maar zeg maar. Als je die voor het eerst in je handen hebt, dan denk je wel van, dat had ik zeker niet verwacht, omdat het natuurlijk iets zwaarder is. Het weegt ongeveer 25 kilo, dus dan moet je toch wel even goed kunnen vasthouden. Het kan gewoon door de metalen heen knippen. Dan heb je dan nummer 3, die is eigenlijk de veiligheidsman. Je zorgt eigenlijk dat de gereedschappen bij het voertuig liggen wat ze nodig hebben. Maar je let natuurlijk op je eigen veiligheid, want je wil namelijk niet tussen het voertuig en de apparatuur zelf staan. Want omdat het zwaar gereedschap is, moet je ook gecontroleerd werken. Ik ben hier om mensen te helpen, dus daar ben ik klaar voor.